Hey, 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 Giel hier. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. Niet bij me thuis, nee, ik heb ook geen tuin. Ik ben op vakantie en ik ben naar het nu al fantastische Sri Lanka. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar daar, nee, daar. Daar, keert iemand mij de rug toe. Ze zeggen wel eens van, ja, als je dingen op internet doet, dan moet je wel een wijze olifantenhuid hebben. Nou. En ja, is wel heel alleen. Ik vind het zo gaaf, want ik weet nu al dat als ik met mijn vingers knip, dat ik nergens anders sta. Alleen ik weet zelf nog niet waar. Ja, nu zijn er twee. Dat is toch echt gelijk wat gezelliger. Minder alleen. En die heeft er gelijk zin in. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar die heeft nog een extra slurf, zou ik maar zeggen. En alles, dat als ik nu met mijn vingers knip, dat er gewoon nog meer zijn. Er zijn er gewoon drie. Het is ongelooflijk mooi, ik ga dat even vaker doen. Nu zijn ze niet meer alleen, die olifantjes. Nu heb ik echt een hele gathering, zoals ze dat hier noemen. Het is bijna als de YouTube gathering. Alleen, er zijn ook nogal veel fans, als in wagens. Dat is zielig. Hier, allemaal olifantjes. Maar ook allemaal wagentjes die hierbij zijn. Ja, ik ben niet heel veel beter natuurlijk. Ik sta op dit moment ook in zo'n openlucht jeep. Maar er zijn ook andere manieren van vervoer in Sri Lanka. Zo kan je bijvoorbeeld kanoën door Sri Lanka heen. Hartstikke mooi. Beetje lastig om de camera te bedienen met de kano tegelijk. Daarnaast werkt dat natuurlijk niet overal. Op de weg bijvoorbeeld is het best lastig kanoën. Maar dan beland je al snel in een three-wheeler en driewieler. Ja, in een tuk-tuk dus. Dat had ik op zich kunnen verwachten. Maar je kan natuurlijk ook zelf hier in tyfus roeien. En met de trein natuurlijk. Sri Lanka is natuurlijk ook ontzettend leuk om gewoon even een keer te varen. Gewoon mooi op een meertje of zo. Enig probleem, moet ik wel zeggen, is dat wij een chauffeur hebben die dus blijkbaar liever kapitein was geweest. Want ik zit in een fucking auto hier. Maar het beste is toch wel om gewoon in een huifkar te zitten en dan laat je je natuurlijk rijden door een stier, want ja, dat geeft je vleugels. Dit geeft je natuurlijk echt vleugels. En weet je wat ook vleugels geeft? Een ander hoogtepuntje van Sri Lanka is de Sigiriya. Echt, nou ja, een hoogtepunt. Staat op de UNESCO toplijst, weet ik wat. Alleen, ik moet heel eerlijk zeggen, het is wel een beetje een bouwval. Daar zou ik dan zelf een cafetaria hebben gedaan, maar ja. En dan onder een leme hut. En ik zou zeggen, gast, hoe moeilijk is het? Koop een keer een lift of zo. Sri Lanka heeft natuurlijk ook een eigen keuken. Ik zal je eventjes meenemen naar een lopend buffet. Ik loop er gewoon heel snel langs. Het is nog een beetje te maken. Zeg maar, hallo Giel. Ken je zeep? Giels. Giels, ken je zeep? Krius. Giels. Krius. Giels. Giels. Giel. Giels. Oké. Thank you. Sorry sir. No, it's okay. Giels. Hi, hi. Nou, ik doe weer even een lopende vet terug. Het leuke van deze place is, vind ik dan zelf heel geinig,
is dat je gewoon allemaal dingen hierop kan zetten van of het eten leuk is of wat dan ook. Zeg, bijvoorbeeld hier, Ton en Marja uit Volendam, zo'n geil lekker visie. Of geel, doe dat denk ik. Wat zag ik hier nog meer? Hier bijvoorbeeld Harold en Lilian, die waren hier uit Nederland. En ik denk dat dit ook Nederlanders zijn gezien de namen, Edward en Janneke. I can't eat spice food, but this was delicious. Come and try it. En ik ben hier bezig aan mijn eigen kunstwerkje. Niet tevreden hier. Als je hier ooit gaat eten, dan weet je het vast. Geintje natuurlijk. Geintje natuurlijk. Even voor de duidelijkheid, super lekker eten. Beetje heet, wat heet. Maar goed, dat is het buiten ook. Ja, echt heel erg lekker die Sri Lankse keuken. Sri Lanka's heel erg lekker die keuken in Sri Lanka. Maar wat mensen niet weten is dat ze ook een aantal hele goede Chinese restaurants hebben. Hey, geintje natuurlijk. Het is een tempel, hoe heet het ook alweer? De Golden Temple in Dabula. Ja, precies. Nou, daar zijn we dus. En het is leuk, ook wel Nederlandse invloeden. Met, nou ja, we hebben hier blijkbaar ook weer hele slecht erin gaan. Maar je ziet ook dat in die tijd er al gehakt werd. Moet je opletten. Kijk, ze staan helemaal strak van de pillen. En ze staan er allemaal bam, bam, bam. Ik kan niet wachten hoe dat klinkt met een muziekje eronder. Dat hebben ze hier niet echt, denk ik. Ik zit te kijken, ik ben hier in een cd/dvd zaak. Dit zijn allemaal dvd'tjes en shit. Nou was het mij opgevallen dat het gewoon lekkere fijne mp3'tjes zijn. Soms koop je hier, koop je gewoon 7 cd's op één schijf. Ik heb er 2 uitgekozen waarvan hij zei van nou ja, dat is wel een beetje wat jonge mensen leuk vinden. En nu ben ik eventjes aan het wachten, want cd'tjes worden gebrand waar ik bij sta. De gas is daar, de cd'tjes aan het branden. En nou ja, het kan niet lang meer duren. Of ze zijn vers gebakken. Ik bedoel, zelf krijg je die muziek zo vers van de pers. Als hier, gewoon lekkere cd'tjes al hier. En nou ja, ik hoop dat dit er een beetje op staat. Maar ik ga je nu iets laten horen. Van hopelijk, tenminste als het cd'tje doet. Van ja, wat ik daar gekocht heb. Want ondertussen zal ik wat mooie sfeerbeelden erbij zetten. Even lekker uitblazen. Wat is er leuker dan op vakantie, daarna een beetje afdouchen en dan maar een beetje kansloos televisie gaan kijken op de hotelkamer. Maar ik zit hier iets te kijken. Ik zit echt al een half uur, ik snap er geen reet van. Ja, het is een soort tikkertje, kijk. Dan gaan ze rennen. Ik snap er niks van, joh. Is
Nou, het is afgelopen. Ik heb geen idee waar ik naar gekeken heb. Als jij het weet, omdat je heel bekend bent met gekke sporten, laat het me even weten. Ik ben heel benieuwd, want ik wil er ook op. 25-11, ik ben voor Delhi. Nou, ik ben inmiddels thuis. Ik zit hier met mijn duffel kop een beetje lekker te monteren. Was ik in het vliegtuig al mee begonnen trouwens. En ik zie ineens dat er misschien het antwoord wel gewoon in het scherm staat. Namelijk... Rokambadi. Nou, dan ben ik alsnog ontzettend benieuwd naar de spelregels hiervan. Dus ik zou zeggen, laat die achter in de comments al hier. Veel comments ook over de content. Dank. En ook niet. Ofthans, ja, misschien had ik het anders moeten aanpakken. Ik heb wel wat goede tips gekregen hoor. Bastiaan bijvoorbeeld, die zat van dat ik beter elke video kon introduceren. Andere mensen vonden het weer een heel slecht plan dat ik dan in één keer 5 filmpjes op een dag deed of zo. Ja, ik dacht anders dan blijf ik het maar spreiden. Maar ja, goed, misschien dat ik het wel moet doen als een soort serie. Of... Het heeft me best een paar abonnees gekost, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat is ook het experimenteren natuurlijk wat ik aan het doen ben. Dus daarom kan ik niet vaak genoeg zeggen, alsjeblieft. Als je tips hebt of tricks of sowieso meningen, hou ik ontzettend van. Ja, laat die comments achter. Likejes als je dit een leuke video vond. En ja, ik zoek dus wat nieuwe abonnees. Hallo! En misschien ook leuk om je vrienden en vriendinnen te tippen. Zo van, hey, dat is helemaal te gek, joh. Beleef het mee. Al verder niet te veel spam. Al denk ik wel dat ik deze week nog met wat extra shit kom. Want ik ga namelijk zo direct naar Direct, die Runnan Hotel. Daar neem ik zeker deze vriend mee. Sowieso volgende week... Dinsdag, happy Tuesday, 12 over 12. Ook nog een tip. Jeno van den Berg, niet altijd uit je mond beginnen, oké? Kan ik niet beloven. En ja, ik zal er ook vaker wel mee eindigen. Bye bye.